de eerste ratten of muizen, of noemen ze. Ja, 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 ja. Zit er al een beetje in. Maar toen was ons handelsmerk het Stappense vrouwtje. En nu is, is de stadsomroeperton. Tijden veranderen. Ja. Hoe oud is Donderen Meppeldag inmiddels? 53 jaar. 53. Ja, 53 jaar. En we hebben een fantastisch 50 jaar bestaan toen gehad. Ja. Maar dan kun je toch zien dat het, de mensen allemaal weer zin hebben aan de Meppeldagen. Meppeldagen. En dan gaat het een stukje makkelijker natuurlijk. Ja. Hoe is de eerste verloop? Ja, heel erg goed. Nog geen vakanties, dat merk je gewoon. Ja. Dan is het een stuk rustiger op de rommelmarkt. Wat was voor jou het hoogtepunt van de eerste donderdag Meppeldag? Ja, het is en Daniel Smit. Fantastisch. Super locatie. Ja. Hebben we eigenlijk, waarderen we dat nog te weinig, dat we zo'n mooie locatie in Meppel hebben als de Grote Kerk. Dat was voor mij het echt het absolute hoogtepunt. Een beetje minder puntje vond ik. En dat vond ik echt, daar moeten we met z'n allen aan gaan denken. Aan het overtollige glas in de stad. Kinderen die met flessen drank lopen. En daar maak ik me echt heel veel zorgen over. Wat kunnen we daar doen? Ouders zouden een rol moeten spelen misschien? Ja, ik denk ook dat wij, daar moeten we sterk in zijn als Meppel. Sociale controle. We moeten tegen elkaar kunnen zeggen, jongens, dat kan niet. En agenten durven vooralsnog niet in te grijpen. Die zeggen, ja, we gaan geen trammeland om ons nek halen. Nou, dat is het punt. En op zich hebben ze ook gelijk. Want als zij met 4 arrestanten naar een bureau moeten, dan zijn we al onze agenten kwijt in de stad. Dat moet ook niet. Maar misschien moeten we de koppen bij elkaar steken. En wij moeten hopen op sociale controle. Ja. En agenten durven vooralsnog niet in te grijpen. Die zeggen, ja, we gaan geen trammeland om ons nek halen. Nou, dat is het punt. En op zich hebben ze ook gelijk. Want als zij met 4 arrestanten naar een bureau moeten, dan zijn we al onze agenten kwijt in de stad. Dat moet ook niet. Maar misschien moeten we de koppen bij elkaar steken. En wij moeten hopen op sociale controle. Ja. Terug naar het Donderdag Meppeldag concert. Is geweldig. De 5e Donderdag Meppeldag komt Ben Kramer. Ook donderdag te zien. Is het denkbaar dat jullie zeg maar, volgend jaar iedere donderdag een concert gaan houden in de Grote Kerk? Dat zouden we graag willen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo. Je maakt het mooi omdat je het beperkt houdt. Ja, ja. Je kunt beter 2 goede artiesten hebben. Ja. Dan dat je op laatst weer dat je Ken Bezuijen naast Ben Kramer en Daniel. Je noemde Ken Bezuijen. Hij is de man die gaat optreden tijdens die musicaldag. Hè? Ja. 17 jaar. Enorm veel talent. En altijd bevlogen. Toen heb ik jou, Josephine, voor de eerste keer gezien. Mijn moeder vond jou een lallebel. En heel misschien, Josephine, was jij dat wel? Ben je nou bijzonder nerveus dat je in je eigen stad moet optreden? Nee, nerveus ben ik eigenlijk nooit. Voor geen enkele voorstelling. Nou ja, misschien de eerste 5 minuten voordat ik op moet eigenlijk. Maar ja, Meppel, dat heb ik al zo vaak gehad. Dat is niet wel bijzonder natuurlijk. Maar niet om er zenuwachtig over te zijn of zo, nee. Wie zijn jouw voorbeelden? Mijn voorbeelden? Natuurlijk Wim Sonneveld, waar ik natuurlijk zelf veel werk van speel. Er zijn natuurlijk heden ten dagen natuurlijk vele artiesten in het theater waar ik ook veel bewondering voor heb. Ik ben onlangs, of dat was in 2009 eigenlijk, naar een voorstelling geweest met allemaal werk van Wim Sonneveld. Met Frits Sissing en Trudy Labey, Roberto de Groot, dat is ook een musical artiest natuurlijk. Dat zijn gewoon goede mensen die het musical niveau in Nederland nog een beetje op peil houden. En natuurlijk de artiesten die we nu zien, zoals Noortje Herlaar in Mary Poppins natuurlijk. Prachtige mensen. Zijn er nou musicalsterren die donderdag hier optreden waar je nou bijzondere belangstelling voor hebt? Mariska van Kolk die komt en ik zing nummers zelf dat ik optreed hier uit de musical die zij ook gespeeld heeft. Waar is allemaal ingespeeld? Chicago. Als ik het goed kan herinneren is dat ook Cabaret waar ik liedjes uit zing. Ja. Ze zat ook in de Jantjes in de vorige versie, want er komt nu eind dit jaar weer een nieuwe versie met Willeke Alberti bijvoorbeeld. Mariska van Kolk die komt, dus dat is wel bijzonder. Ja. Laat reeds op? Ik meen 4:30. Ja. Ja. En dan hebben we onze grote maestro, Ben Kramer. Ben Kramer, die komt ook. Ja, ook al een groot musicalartiest natuurlijk. Van Op Hoop van Zegen, waar ik hem van ken. Kun jij de grote kwaliteiten van Wim Sonneveld samenvatten? Sonneveld was een artiest, die had het. Hij had op een gegeven moment het liedje Josephine. En daar vertelde hij dus over. Die vrouw die heeft het. En voor mij had Sonneveld het. Die kon dansen, zingen en goed acteren natuurlijk in zijn one-man shows. Maar ook heeft hij musical gedaan. Hij heeft De Kleine Parade, de musical zelf geschreven.
Hij heeft professor Higgins gespeeld in My Fair Lady. En daarom is dat ook voor mijn argument om op deze musicaldag liedjes van hem te zingen. Wat ik natuurlijk vaak doe en graag mag doen. Bepaalde uitdrukkingen van Wim Sonneveld, die zijn blijven hangen bij de mensen. Ja. Deze dame wil even alles afrekenen. Hoe vaak wordt dat niet gebruikt in de normale omgang van mensen? Dat wordt heel vaak gebruikt. En ook als mensen mij zien en ik vertel van, goh, die voorstelling ga ik spelen. Dan komen ze ook altijd met die zin. Of van Willem Parel, wat Sonneveld op de radio bracht. Niet op reageren, Lena, waterverf. Dat mocht hij ook altijd graag zeggen. Dat was erg leuk. Die zijn de kroketten. Kroketten, ja. Patten de patten de pat. Ja, doen het altijd goed. Geweldig, we kijken uit naar de tweede donderdag op Meppeldag. Ja, eigenlijk willen we nou wel een voorproefje van Wim Sonneveld, hè? Oh. Zal ik jou de microfoon geven? Ja, dat kan. Wat mij nu te binnen schiet bijvoorbeeld. Dat prachtige lied, een Nederlandse chanson, Het Dorp. Ja. Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogst waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. En nog meer van dit moois natuurlijk op de musicaldag. Tot dan.